Elk jaar krijgen 2700 jongeren of jongvolwassenen in Nederland te horen dat ze kanker hebben. Iedereen tussen de 18 en 35 jaar waarbij voor het eerst de diagnose kanker is gesteld, behoort tot de groep AYA's. Kanker krijgen op deze leeftijd is zeldzaam. De diagnose is van grote invloed op de ontwikkeling van een jongvolwassene. Op deze leeftijd is de AYA nog op zoek naar zijn eigen identiteit en een plek in de maatschappij. Plotseling komen normale zaken, als studeren, werk en carrière, het sluiten van vriendschappen of het krijgen van kinderen, in een ander daglicht te staan. Zowel jongeren als zorgprofessionals weten vaak niet dat ze in deze levensfase al met kanker te maken kunnen krijgen. Dit leidt tot een verlaten diagnose met gevolgen voor de overleving en kwaliteit van leven. Gemiddeld overleeft 80% van de AYA's. De soorten van kanker waarmee AYA's te maken krijgen lopen sterk uiteen. Van kinderkanker tot vormen die op volwassen leeftijd voorkomen. Daarnaast zijn er ook tumoren die vooral AYA's treffen, zoals schildklierkanker en zaadbalkanker. Door de diversiteit van kankersoorten zijn veel verschillende specialismen en professionals betrokken bij de zorg. Om versnippering van kennis en kunde te voorkomen, is in Nederland het Nationaal AYA Jong en Kanker Zorgnetwerk opgericht. Dit zorgnetwerk is opgebouwd uit 6 regionale netwerken met elk een eigen AYA-centrum bij een UMC. Huisartsen, algemene ziekenhuizen en UMC's werken samen met AYA's om de beste en meest actuele zorg te kunnen geven. Voorop staat dat de AYA een mens is met kanker. AYA-zorg combineert medisch-technische zorg en behandelingen met het bespreken van psychosociale aspecten. Hoe ga je als jongvolwassene om met een levensbedreigende ziekte? AYA-zorg helpt de jongeren in alle fases van de ziekte, zowel tijdens als na de behandeling. De AYA wordt goed geïnformeerd en kan samen met de professional beslissen bij keuzes over hun zorg, behandeling en begeleiding. Deze gerichte en leeftijdsspecifieke zorg is noodzakelijk en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven.